Hallo. Afgelopen woensdag verscheen de weeklijst van week nummer 26 van de bestseller 60 in 2022. Wat betekent dat we halverwege het jaar zijn, terwijl ik mijn projectje Lezer des Vaderlands nog steeds aan het volhouden ben. Een goed moment om even achterom en een beetje vooruit te kijken. De grote vraag achter dit project blijft, is het haalbaar om alle Nederlandse fictie die in die lijst verschijnt, ook in dit jaar te lezen en te bespreken? En zo ja, wat betekent dat dan? Maar een antwoord op die vraag komt wellicht aan het einde van het jaar. Voor nu wil ik daar balans op maken. Mijn leeslijst bestaat momenteel uit 64 boeken en dat is boven gemiddeld. Het gemiddelde van 20 jaar bestsellerlijsten sinds 2003 ligt namelijk op 61 boeken in week 26. Daarmee komt 2020 in de tussenstand op een gedeelde zevende plaats te staan. Het is 9 jaar geleden dat er halverwege het jaar zoveel Nederlandse fictie in de lijst verscheen. Qua aantallen gaat het dus goed. Nou, van die 64 boeken moet ik er nog 11 lezen en nog 12 bespreken. En wat dat betreft ben ik sinds week 1 niet heel erg opgeschoten, want ik begon dit jaar al met 11 boeken. Maar de komende 10 weken tot week 36, zeg maar begin september, gebeurt er niet zo heel veel in boekenland qua nieuwe titels. Mijn vermoeden is dan ook dat ik ten tijde van week 36 helemaal bij ben. Dan heb ik denk ik alles wel gelezen. Misschien nog niet alles in een filmpje gegoten, want ik ben ook nog op vakantie deze zomer, maar we zullen zien. Ook kan ik alvast een voorzichtige voorspelling doen met hoeveel boeken mijn lijst dit jaar zal gaan eindigen. Op basis van alle bestsellerlijsten sinds 2003 kan ik concluderen dat in het tweede gedeelte van het jaar er altijd minder boeken Nederlandse fictie verschijnen. Gemiddeld zijn het zo'n 29 à 30 boeken. In de eerste 26 weken van 2022 verschenen er 53 nieuwe titels Nederlandse fictie. Plus de 11 die er al stonden in week 1. En laten we zeggen 30 boeken die er in de tweede helft nog bij gaan komen. En daarmee zullen we uitkomen op zo'n 94 boeken. En dat is haalbaar voor mij om te lezen en te bespreken. In deze video wil ik het ook kort even hebben over wat voor soort bestsellers ik nu allemaal aan het lezen ben. Een bestseller is een boek dat heel goed verkoopt en wordt vaak gezien als de smaak van de massa en is daarmee zo'n beetje automatisch het tegenovergestelde van wat de literaire fijnproever mooi vindt. Oftewel, er zitten boeken bij die qua kwaliteit behoorlijk tegenvallen. Ik noem een Arthur Japin, een Linda van Rijn, Sprinter Chabot en Hans-Peter Roel. Toch zitten er bij die bestsellers ook best wel wat boeken die de literaire elite vast wel kan waarderen. Bijvoorbeeld boeken die een literaire juryprijs hebben gewonnen, zoals Boormaan van Marieke Heitman. Momenteel ben ik me wat meer aan het verdiepen in het onderzoek naar de bestseller door bijvoorbeeld John Sutherland en in Nederland door Erika van Boven. En beide stellen dat zo'n beetje elk type boek wel een bestseller kan worden. Er is geen format. De enige voorwaarde is dat het boek heel veel verkoopt. En zo kun je een onderverdeling maken tussen al die bestsellers. Zo zijn er boeken bestseller geworden omdat mensen deze hebben gelezen, deze aan anderen aanbevelen of cadeau doen. Of je hebt bestsellers omdat mensen er iets over op tv hebben gezien. Bijvoorbeeld een schrijver die zijn of haar boek heeft gepromoot. En als laatste heb je bestsellers omdat mensen dat boek gewoon blind hebben gekocht. Oftewel bestsellers zonder dat het boek gelezen of beoordeeld is. Verder kun je een onderverdeling maken tussen fastsellers, boeken die heel snel pieken en daarna weer snel uit de lijst verdwijnen. Of bestsellers, boeken die ook pieken, maar waarbij de terugloop wat langer duurt. En steadysellers, boeken die soms wat langzamer op gang komen, maar dan gedurende een lange tijd in die lijst blijven, omdat mensen ze steeds maar blijven kopen. In die laatste categorie vallen in dit jaar bijvoorbeeld Ik ga leven van Lale Gül of Fortuna's kinderen van Annette van der Zijl. Aangezien mijn project binnen de scope van één kalenderjaar valt, wil ik de onderverdeling beperken tussen fastsellers en bestsellers. Alleen waar leg je de grens? Zo is het duidelijk dat een boek dat maar 1 week in de lijst te vinden was, zoals Buitenleven van Nina Polak, een fastseller is. En dat Alexandra van Lisa Weda inmiddels al 18 weken in de lijst een echte bestseller is. Maar ergens daartussen moet dus een grens bepaald worden. Ik leg voor nu even de grens op boeken die langer dan 5 weken in de lijst te vinden waren. En dat is een beslissing op gevoel en niet zozeer op ratio. En met die scheiding bestaan die 64 boeken uit 43 fastsellers en 21 bestsellers. Zeg maar 2 staat tot 1. En bij die 21 boeken
gaat het om de volgende titels. De Zonderwaard van Simone van der Vlucht, Vijf vrolijke verhalen van Adriaan van Dis, Het Warmtefort van Marieke Lucas Reineveld, De Stenen Goden van Jeroen Windmeijer, De Kapperszoon van Gerban Bakker, Wormaan van Marieken Heidman, Rust en Vreugd van Hendrik Groen, Phoenix van Bert Wagendorp, De Kok en Moord op Stand van Peter Reumer, Nachtvorst van Suzanne Vermeer, Vrije Vogels van Ilja Gort, Roadtrip van Suzanne Vermeer, Ciao Bella van Linda van Rijn, Biecht aan mijn vrouw van Pieter Waterdrinker, Wat je van bloed weet van Philip Huff, Komijnsplitsers van Marieke Lucas Reineveld, De Egel dat ben ik van Toon Tellegen, Alexandra van Lisa Weda, Wen er maar aan van Maaike Meijer, Fortuna's Kinderen van Anniet van der Zijl, en Ik ga leven van Lale Gül. Het is niet verrassend dat er tussen deze boeken opvallend veel genrefictie zit. Zeg maar de vakantie en de misdaadthrillers. Het gaat daarbij om een totaal van 7 boeken. En er zit een boekenweek essay tussen dat het qua verkoop beter deed dan ooit en zelfs herdrukt moest worden. En ook de dichtbundel Komijnsplitsers van Marieke Lucas Reineveld is opvallend. Want een bestsellende dichtbundel die 16 weken in de lijst staat is een uniek verschijnsel. En natuurlijk is het al genoemde Wormaan van Marieke Heidman opvallend omdat hier het Libris effect te zien is. De roman die vorig jaar al verscheen kreeg dit jaar de Libris Literatuurprijs. En zonder die prijs was dit boek nooit een bestseller geworden. En dat Libris effect is overigens elk jaar in de lijst terug te zien. Het is alleen elke keer de vraag hoe lang vervolgens de roman in de lijst blijft op basis van positieve leeservaringen. Het is in ieder geval wel duidelijk bij Wormaan dat nu elke week de verkoop een beetje terugloopt. Tot slot wil ik het in deze video hebben over wat Erika van Boven het society effect noemt. Bestsellers leggen op een levendige en gedetailleerde manier hun tijd vast. En dit effect is natuurlijk interessant als je bijvoorbeeld vooroorlogse bestsellers wilt onderzoeken. Zo kun je via dit effect van deze boeken iets leren over de maatschappij van destijds. Maar aan de andere kant kun je dat society effect ook als een gewenste eigenschap zien. Het boek moet ons aanspreken en het liefst direct. Simpel gezegd kan een verhaal je wereldbeeld bevestigen of het kan het afbreken. En bestsellers zullen bijna altijd boeken zijn die een bevestigende functie hebben. De bestseller is verbonden met de eigen tijdse werkelijkheid, zo lazen we hiervoor. Met het herkenbare hier en nu, de eigen tijdse cultuur, de modus en trends van de tijd. Dat impliceert een sterke binding met de eigen regionale, nationale context. Een boek waarvoor dit wellicht de beste verklaring is voor het verkoopsucces, zonder de literaire of informatieve waarde teniet te willen doen, is natuurlijk Alexandra van Lisa Weda. Dit boek had in geen ander jaar dan 2022 zo'n verkoopsucces kunnen worden, omdat Rusland dit jaar Oekraïne is binnengevallen. En mensen dus naar informatie en bevestiging zoeken van het wereldbeeld waarmee ze de dag doorbrengen en het nieuws zien. Op soortgelijke wijze kun je vanuit de maatschappijkritiek en het geloofsafval het succes van Lale Gül met Ik ga leven verklaren. Het boek Wat je van bloed weet van Philip Huff sluit aan op de aandacht voor transgressieve gezins- en werksituaties. Biecht aan mijn vrouw van Pieter Waterdrinker gaat een beetje over de coronapandemie, maar ik vermoed dat dit succes meer te danken is aan eerdere verkoopsuccessen van de schrijver. Datzelfde geldt voor Adriaan van Dis en wellicht ook voor Gerban Bakker. Maar De Kapperszoon kon ook rekenen op positieve recensies in de literaire kritiek. Maar om vervolgens dan weer 7 weken in die lijst te blijven staan, dan betekent dat er wellicht ook nog andere factoren een rol spelen. Dat die literaire kritiek nog steeds invloed heeft op fastsellers en wellicht ook op bestsellers bewijst deze week de nieuwe notering van Anja Daanje met het lied van Ooievaar en Dromedaris. Een gigadik boek dat door Thomas de Veen in de NRC magische waarde werd toegekend. En reistochten naar Amerika doen hem blijkbaar goed als society effect met de boeken van Anniet van der Zijl en Bert Wagendorp. En via deze denktrand is het verleidelijk om het succes van Komijnsplitsers ook te verklaren op basis van de verlangens en de interesse van de massa naar hoe gedachten over gender en transitie onder woorden gebracht kunnen worden. Dan is het geen bevestiging meer, maar eerder hulp en verwondering. Houd ik nog over Toon Tellegen en daar heb ik niet echt de verklaring voor, behalve dat dit meer met de bekendheid van de auteur te maken heeft en dat deze boeken ook als genrefictie gezien kunnen worden. En het boek Wen er maar aan van Maaike Meijer, dat sinds 2020 wekenlang in de lijst heeft gestaan en sinds 5 weken uit de lijst verdwenen is. Maar dat boek moet ik nog gaan lezen, dus die verklaring blijf ik schuldig. Tot zover deze update. Het boek van Erika van Boven is overigens interessant om meerdere video's aan te wijden. Wat ik ook wil doen, mits ik bijgelezen ben. En mocht dat dus niet lukken, dan komen die video's wellicht in 2023. Eind van het jaar ga ik mezelf overigens de onmogelijke opdracht geven om
vanuit die leeslijst een lijst samen te stellen van slecht naar goed. Om nog maar eens een extra subjectieve laag over dit hele gebeuren heen te gooien. Maar daar moet je dus nog 26 weken op wachten. Tot die tijd gewoon boekbesprekingen en een fijne zomer gewenst. Waarin ik dus iets minder zal publiceren in verband met de vakantieweken die gepland staan. Tot later.